En waar gaan we een verrassing krijgen? Mike Aerts, die zagen we de hele dag al hard gaan op die cruiser samen met Frits BMX, Kevin van der Linden. Maar komt hij snel genoeg over die derde bult heen? Het is Lookaloo Racing op 1, het is Lookaloo Racing op 3 en het is Lookaloo Racing op 4. Ze zijn maar liefst met z'n drieën. We kijken naar Kevin van der Linden. Hij zit daar op die tweede positie toch nog bij. Hè? Ondanks die lastheid die hij van die derde bult, gaat hij mee naar die finale in de cruiser categorie 17 tot 29. Het wordt lastig voor Jimbo Boy Volkers op plaats nummer 6 en Wouter Pleissant van der Wal. Het is een heleboel geel en zwart. We gaan met Mike Aerts, we gaan met Verstegen, we gaan met Van der Boon en met Kevin van der Linden. Daar gaan we nog 4 mensen aan toevoegen. De eerste 3 lijken duidelijk nadat we die sprong gehad hebben voor de eerste bocht. Nout Verstegen natuurlijk. We kijken naar Batman, Kevin van Bentum en die hele snelle man Nick Adriaan. Zij zitten goed bij hoor. Hij sluit heel goed aan. En het lijkt dan Tiny Tom Sluiter te worden. Tom Sluiter daar op plek 3. Adriaan is in de problemen. Helemaal op de witte lijn. En kan er dan nog een verrassing komen uit Zoetermeer van Jeroen Moes bijvoorbeeld? Of komt Tom Mars nog voorbij? Ja, dan moeten ze elkaar wel in de wielen gaan rijden. Kijk eens aan, zegt Sluiter. Komt nog helemaal naar die eerste plek. Dan is het technisch toch goed voor elkaar bij deze man uit